Alles maakt geluid, probeer het maar uit. Maak je eigen muziekje. Alles maakt geluid, probeer het maar uit. Met een fietsbel of een elastiekje. Hey, hallo! Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Muziek maken met Dirk. En het is nu Pasen. Dus ik ben eitjes aan het verven. Ja, zijn jullie ook eitjes aan het verven thuis? Hebben jullie dat ook gedaan? Dat is leuk, hè? Ja, ik ben er net even aan het afmaken, deze zo. Klein streepje. Zo, helemaal goed. En dan ga ik nog een nieuwe schilderen. Ja, nou. Ik doe lekker rood. Zal ik het doen? Nou, een beetje zo, rood bovenkantje, zo. Oh, ik ga het helemaal rood maken. Zo. Hé, hey, leuk, hè? Zo. En zal ik nog een ander kleurtje doen? Ja, groen. Ik doe de onderkant ook groen. Zo. Zo, kijk, helemaal vieze vingers ervan. Zo. Leuk, hè? Zo. Kijk. Zo, en nog een ander kleurtje. Hebben jullie al eitjes, veel eitjes geschilderd? Ja, leuk is dat, hè? Kijk, een beetje oranje hier. Zo. Een beetje rood erdoor, zo. Nou, helemaal leuk. Nou, die ga ik lekker straks oppeuzelen natuurlijk. Maar ik heb een verrassing voor jullie. Oh, er zit allemaal verf aan mijn vingers. Ik heb een verrassing voor jullie. Want ik heb een paasliedje gemaakt. Een nieuw paasliedje. Dat kunnen we wel even in gaan studeren. Dan pak ik mijn gitaar erbij. En dan gaan we nu het paasliedje instuderen. Want ik heb het echt net gemaakt. Ik heb het nog op een papiertje staan. Ik ken het nog niet eens uit mijn hoofd. Daar gaat hij hoor. Pasen. Kijk eens naar de hazen, pasen, ze rennen en ze razen. Pasen, ze brengen je een ei. Pasen, en maken je heel blij, want ze zijn van chocola. Ha, 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 ha. Ze komen op bezoek. Dus zoek maar in elke hoek. Koekoek. Nou, dat is een leuk liedje, hè? Wat zeg ik het zelf? Zullen we hem even instuderen? Daar gaat-ie. Pasen, kijk eens naar de hazen. Pasen, ze rennen en ze razen. Pasen, ze brengen je een ei. Pasen en maken je heel blij, want ze zijn van chocola. La, la. Ha, 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 ha. Ze komen naar je toe. Nee, ze komen op bezoek. Dat is hem. Dus zoek maar in elke hoek. Koekoek. Nou, zullen we nog één keer doen en dan gaan we even gewoon lekker zingen? Zing maar lekker mee. Pasen, kijk eens naar de hazen. Pasen, ze rennen en ze razen. Pasen, ze brengen je een ei. Pasen, en maken je heel blij, want ze zijn van chocola. La, la. Ha, 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 ha. Ze komen op bezoek. Dus zoek maar in elke hoek. Koekoek. Nou, hebben we lekker een paasliedje gezongen. Ik ken nog een paasliedje. Die kennen jullie vast ook wel. Zag twee hazen vlak voor Pasen zitten in een weiland. Met een mandje vol met eitjes aan het verven met z'n bijtjes. Kijk eens hier. Kijk eens daar, nu zijn alle eitjes klaar! Ja, hey, hebben we toch zomaar even een paar paasliedjes gezongen, hè? En met Pasen, dan hebben we natuurlijk een paashaas en een lammetje. En daar heb ik ook een liedje over. Hey, hallo, ik ben een lammetje, hallo! Hey, hallo, ik ben de paashaas, hallo! Hey, we gaan een liedje zingen met het lammetje, ja, en de paashaas. En jullie mogen als lammetjes door de kamer rennen. Kunnen jullie dat? Ja? Ja, doe me maar lekker na. Daar gaat-ie! Ja! vlammetjes, hè? Ja! Lammetje, lammetje, springt in de wei zo blij, blij, blij. Lammetje, lammetje, met de baas, haas aan zijn zij. Jo, hup, hup, hup. Doen ze samen een warming up. Hup, hup, hup. Of spelen ze de hup of club. Ja! Lammetje, lammetje, springt in de wei zo blij, blij, blij. Lammetje, lammetje, met de paashaas aan zijn zij, ja! Lammetje kan heel hoog springen, wow, en goed mee zingen. De paashaas die springt ook mee, huppatee, en met z'n twee, ja! Lammetje springt in de wei zo blij, blij, blij. Lammetje, lammetje, met de paashaas aan zijn zij. Ja! Wat hebben jullie goed meegedanst, zeg? Jo, wat hebben jullie goed meegedanst? Leuk, het is Pasen. We gaan lekker uitjes zoeken straks, ja! Ja, eitjes zoeken, lustig ook. Voor chocola! Ja, chocola! Kijk eens. Paashaas en het lammetje. En ze hebben hun vriendjes ontmoet op de dierenboerderij. Want daar vieren ze allemaal Pasen. Kijk, de teddyberen ook. En de schapen en de kip. En daar hoort er natuurlijk een liedje bij, hè, van de dierenboerderij. Zullen we dat met z'n allen gaan zingen? Ja, doen jullie ook mee? Dan begin ik op de mondharmonica. Boerderij, ia ia o, daar wonen alle kippen blij, ia ia o. En een pak pak hier en een pak pak daar, hier een pak daar een pak, overal een pak pak. Op de dierenboerderij, ia ia o. Op de dierenboerderij, ia ia o, daar wonen alle varkens blij. Hier en daar, hier en daar, overal op de dierenboerderij. Ja, ja, oh. Op de dierenboerderij. Ja, ja, oh. Daar wonen alle koeien blij. Ja, ja, oh. En een meu hier en een meu daar. Hier een meu, daar een meu, overal een meu. Op de dierenboerderij. Ja, ja, oh, yeah. Op de dierenboerderij, ja, ja, oh. Daar wonen alle paarden blij, ja, ja, oh. En een hu hier en een hu daar, hier een hu daar een hu, overal een hu. Op de dierenboerderij, ja, ja, oh, yeah. Boerderij, ia ia o. Daar wonen alle schapen blij, ia ia o. En een meh hier en een meh daar, hier een meh, overal een meh. Op de dierenboerderij, ia ia o. Hey, kom maar lekker zitten, ga maar lekker zitten. Zeg, ken je alle dierengeluiden nog? Zing me dan maar na. Pak, 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 naar jullie. Oh, hij wil nog even wat zeggen. Het lammetje. Nee, nee, nee. En waar is de paashaas gebleven? Oh, die zit hier lekker achter te chillen. Ja, die zit paasaasjes te... Nee, ik bedoel paaseitjes zit hij te snoepen. Kom jij eens even tevoorschijn? Dag kindertjes, tot ziens, tot ziens. Zeg, ik heb iets leuks bedacht. Ik heb eitjes in de tuin verstopt. Die mogen jullie gaan zoeken. En het zijn geen gewone eitjes. Het zijn chocolade-eitjes. Ga maar lekker zoeken. Nou, goed idee. Gaan jullie mee? Gaan we even zoeken in de tuin naar paaseitjes. Lekker! Eitjes gevonden. Hartstikke mooi. En ik ben er al aan begonnen, dus ze zijn heel lekker. Echt heel lekker. Nou, ik hoop dat jullie net zoveel paaseitjes vinden als ik. En dat jullie een hele fijne paas hebben. En ik vond het ontzettend leuk dat jullie weer gekeken hebben. En als je nog meer wil kijken, op mijn YouTube kanaal staan natuurlijk nog veel meer filmpjes van Muziek maken met Dirk. Dus ik ga lekker verder kijken en ik zou het super leuk vinden als jullie zouden abonneren op mijn YouTube kanaal. En ik ga lekker verder met dit lekkere eitje. En fijne paas hè! Lekker. Tot ziens, hè. Doei.